heb Rick en welkom terug bij City Skylines. We hebben nog niet echt de mogelijkheid gekregen om te praten over ons nieuwe project. Ik hou er niet zo van om gameplay te tonen waarin ik dus dingen praat. Maar ja, we hebben eigenlijk niet echt iets te doen. Tegelijkertijd, als we dat doen, dan ja, ben ik bezig met dingen, dus dan kan ik niet helemaal concentreren op wat ik zeg. Dus we doen het nu even zo. Ik ben bezig met een aantal dingetjes waar we het over gaan hebben samen met ons hele project eigenlijk. Dus Bandit's Nest. Het is een nieuwe map. Die heb ik gevonden op de workshop. Nou, ik weet niet of die nieuw is trouwens, maar goed. En hij kwam samen met deze custom theme. Zo heet dat. Dat is een soort van texture pack, zou je kunnen zeggen. Alles gaat er een beetje anders uitzien. Ik zelf ben heel erg fan van hoe de bergen eruit zien. Dat het zeg maar meer grijzig wordt. En ja, we hebben de vorige keer dus het kleine beginstadje gemaakt. Waar we nu even een aantal details aan toevoegen zijn. We hebben zojuist het treinstation gemaakt. En ja, het was mijn bedoeling om hier aan de andere kant van de snelweg, dus deze hele grote berg eigenlijk, ook te gaan vullen met huizen. Nou, niet per se vullen, maar op dezelfde manier te werken als dat we bij ons begindorpje gedaan hebben. Maar dan veel meer gericht op de bergen. Dat is waarom we begonnen zijn met het kleine stadje eerst, met het wat vlakkere, zodat we even konden wennen aan hoogteverschillen, hoe deze move tool werkt, zoals je kan zien, die we nu aan het gebruiken zijn. En op deze manier wou ik ja, een soort van hele coole bergstad maken. Bergdorpje, allemaal losse huisjes is het meestal meer. Hè. Dat is de hele intentie van het project waar we vandaag mee bezig zijn. Samen met het openbaar vervoer, waar ja, ik eigenlijk grotendeels een tram voor gemaakt heb, die dus deze berg op gaat. Dat ga je zo meteen zien. Maar ja, ik wou dus een soort van tram hebben die deze hele ja, rits omhoog zou doen, zodat ja, dat de manier van transport is. Je kan voorstellen dat de treinen moeite hebben om zo'n hele hoge, steile cliff op te gaan. Hetzelfde geldt voor bussen of zo. Dus een tram leek mij een ideale oplossing daarvoor. Je ziet meestal wel trammetjes die omhoog gaan, weet je wel. Dat is eigenlijk de hele, ja, het hele idee achter dit dorpje. En we hebben een aantal moeilijkheden gehad. Ik probeer de wegen heel mooi en precies en kronkelig te krijgen. Dat is een hele opgave. Want zoals je kan zien, af en toe hebben de hoogteverschillen doen een beetje gek. Ja, ik kan het niet echt uitleggen, maar het moet er wel mooi uitzien. Er moet mooie, vloeiende bewegingen zijn. En dat is waar ik me op probeer te focussen. En zoals je kan zien, we gaan nu verder aan de tram. Maar goed, ja, ik ben expres begonnen met een wat kleiner ja, beginnetje aan de buitenkant van de stad. Zodat we later wat meer kunnen gaan focussen op de binnenkant van de stad. De grote downtown versie daarvan. Ik heb in het midden al een soort van X'je neergezet. Dat is heel grappig op zich. Want daar, dat is het middelpunt van de map. Ik wil daar dus ook echt het middelpunt van ons transport. Van ons, treinstation, denk ik. Ik heb allemaal al plannen, allemaal ideeën. En het is dus de bedoeling dat ik die allemaal ga uitwerken. En ervoor ga zorgen dat we een hele leuke map gaan krijgen. Tegelijkertijd hoop ik dat jullie nog wel met wat suggesties komen. Zo niet, dan is het niet erg. Maar als je een idee hebt van, oh, dit is vet om erin te bouwen. Zo kreeg ik de vorige keer van, hey, misschien moet je voor de industrie ook wel wat boerderijen maken, weet je wel. Dat is een iets wat ik al wel ga doen. Maar ja, ik bedoel, daar ben ik gewoon niet aan toegekomen. Naast dat we, ja, Dat gaat wat verder in de map zijn. We zitten nu heel erg op een hoekje, zeg maar. Daar hebben we wat meer vlakkere plekken voor nodig. In plaats van, zeg maar, de bergen, de bossen waar we nu zitten. Ik zelf vind het treinstation heel erg mooi gelukt. Ik heb geprobeerd om dus het treinstation te combineren met een busstation en een tramstation. Zodat Vermont Slopes, zeg maar, zo noem ik dit plekje, Vermont. Slopes, dat is zeg maar heuvelachtig en waar we nu mee bezig zijn, dat noem ik hills, want dat zijn de echte heuvels, de bergen meer. Dat slopes, zeg maar, gedaan wordt door bussen en hills gedaan wordt door trams. En dat komt dan samen bij het treinstation en dat treinstation gaat dus de stad in.
Dat is een beetje de bedoeling. En ja, hier, zoals je kan zien, ik ben heel erg aan het klooien met dat Move It tool. Ik moet zeggen dat ik heel erg tevreden ben met die mod. Maar goed, ja, over mod gesproken. Er is vandaag, vandaag, is er weer een patch geweest voor de game. Dat is een soort van update. Alleen, het jammer is dat al mijn mods dus nog niet geüpdate zijn. En ik kan dus niet echt, ja, spelen. Ik kom niet echt de save in. Hier zet ik wat bomen neer. Ik probeer ervoor te zorgen dat er een mooie scheiding tussen de twee gebieden komt. Natuurlijk hebben we de snelweg die er tussenin zit en de trein. Maar ik wou er ook nog wat bossen tussendoor doen. Zodat het wat duidelijker werd. Zodat ja, de nadruk, zeg maar, dat er echt een scheiding is. En dat het ja, echt wel bebost was hier. Tenminste, dat idee wil ik geven. Dat is ook waar ik mijn inspiratie vanuit gehaald heb. Anyway, de timelapse is over. Ik ga nog wel even wat dingen persoonlijk laten zien. Kijk, dit bedoelde ik dus. Het werkt gewoon niet. Het is gewoon allemaal oud en nog meer oud en nog meer oud en nog meer oud. Maar goed, we hebben dus een radio nu. Laten we die uitzetten. ja, waar is ons stadje? Ik weet dat ons stadje... Kijk, dit is het kruisje waar ik het over had. Ons stadje is hier zo. Het ziet er een beetje chaotisch uit, zoals je wel kan zien. We hebben ook een aantal probleempjes, zoals hier en hier... Het is allemaal niet zo oké. Maar dit gaat dus allemaal gefixt worden. Want alle mods gaan geüpdate worden binnenkort, hoop ik. Ja, ik kan niet eens makkelijk inzoomen en uitzoomen. Maar goed, ik heb een en ander aan dingetjes gedaan. Zoals je wel kan zien. Ik heb hier een aantal stukjes gemaakt. Ik heb hier een tramdepot vast neergezet. Zodat we trams hier neer kunnen gaan zetten. Zodra we trams kunnen gaan laten rijden, bedoel ik. Ik heb hier een aantal huisjes neergezet. Hierboven verder nog niks. Dat is een beetje jammer, maar dat gaan we nog doen uiteraard. Ik heb hier zo een school neergezet. Want ja, dat hebben we ook nodig natuurlijk. En ja, het ziet er een beetje vreemd uit dit, nietwaar? Misschien moeten we dat nog even fixen. Maar we hebben hier dus de hoofdweg, zeg maar. Die splitst hier zo op. De tram die gaat hier een beetje over deze weg heen. En wat ik zelf wel leuk vond dat leuk geworden was, is deze hier zo. In plaats van dat we dit kruispunt hier zo in één keer door laten gaan, heb ik hem gesplitst in deze two lane en deze two lane. En in wezen zou je vanaf hier ook die kant op kunnen. Maar dat is gewoon niet logisch, want je kan net zo goed gewoon rechtdoor hier. Dat is makkelijker. Maar goed, ja. Op deze manier werkt dat dus. En dan ga je hier zo deze hoofdweg op en dan kom je hier zo op dit kruispunt, wat misschien wat druk gaat worden. Moeten we even opletten. Maar ja, ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Zeker als we het openbaar vervoer in werking krijgen. En dan kan je hier zo, zeg maar, de snelweg op. En ja, op die manier werkt dat. De bussen die hier zo gaan rijden, die gaan in dit stukje rijden. Die kunnen dus hier zo deze baan op. En dan kunnen ze hier zo afslaan, de brug over. En dan hier zo was normaal gesproken die weg. Die is nu even weg. Haha, no pun intended. Maar goed, dan ga je dus weer heel onderdoor. En dan kom je dus hier op deze afslag. En dan rijden ze zo weer de stad in. En dan, ja, hier is dus het stadje. Hier is allemaal woongebied. Hier zijn scholen. We gaan allemaal langs, is de bedoeling. Hier zo ben ik trouwens ook wat verder gegaan, zoals je kan zien. Ik probeer dit zwarte leeg te houden. Want dit is olie voor, hoe heet het? Industrie-specialisatie, weet je wel. Dus dan kan je hier oliefabrieken neerzetten. Oliepompen. Gaan we niet doen. We gaan hier omheen bouwen. Dat is een beetje de planning. Alsof dit een soort van doodland is waar gewoon niemand op wil wonen, weet je wel. En dan gaan we hier zo nog allemaal huisjes neerzetten. En dat gaat allemaal leuk en aardig worden. Ik weet niet tot hoever we dit door gaan trekken. Maar ja, dat zullen we vanzelf wel merken. Anyway, dat is een beetje hoe of wat. Ik ga even experimenteren of de cinematische camera nog werkt. En dan gaan we het hierbij houden voor vandaag. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En dan zien we de volgende keer gewoon terug. Later. Naar mijn buurtroute en mijn
weet het, mijn deze farm. Want ik wist dat we hier nog spulletjes hadden staan die we ook wel gebruiken. En ik was gewoon daadwerkelijk weg. Ik wist gewoon niet meer hoe of wat ik waar naartoe moest. En ik snapte er helemaal geen reet meer van.